ben werkzaam in de gemeente Maastricht in de functie van kwartiermaker Massie Brandpartner. Kwartiermaker is eigenlijk een soort innovatiemakelaar. Ik probeer het op te starten wat er nog niet is. Dus je moet een beetje verbindingskracht hebben om na te denken over wat mogelijk is enzovoort. Ik wil vandaag ingaan op een presentatie waarin we branding centraliseren. Branding van Maastricht, wat houdt dat in? Wat betekent branding? Wat is de diagnose die we stellen? Dat is meer een beetje onderzoek om vervolgens uit te werken van wat wij vanuit de gemeente van plan zijn. En dat wil ik graag met jullie delen. En ik wil me hartelijk bedanken bij de organisatie dat ik dit verhaal vandaag mag vertellen. Nou, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Nou, place branding. Ik ben op zoek naar een auto, hè, daar begin ik altijd mee. Je bent op zoek naar dit model, grijs, een beetje groter. De ene is in China gemaakt en de andere is in Germany gemaakt. Welke auto kies je? Nou, de meeste mensen onder ons zullen waarschijnlijk voor het benedenste model kiezen. En hoe komt dat? Omdat het imago van Germany, in dit geval van Duitsland, andere associaties opwerpt bij de betrokkenen dan dat uit China. Meestal zeggen mensen van ja, ik wil voor duurzaamheid kiezen, ik kies voor Deutsche Gründlichkeit enzovoort. En dan bij China hebben ze andere associaties. Natuurlijk in het huidige debat en de kentering tussen de continenten, dan kijk ik ook even naar mijn linkerkant, werd ik daarop gewezen dat wellicht over een paar jaar een omkering komt. Maar op dit moment kunnen we nog stellen dat het imago van Duitsland anders is dan dat van China. Ook als ik zeg dat we de benedenste auto een paar duizend euro of misschien wel 20.000 euro duurder maken, dan zullen nog steeds veel consumenten voor het benedenste model kiezen. En ik wil het niet hebben over auto's, maar over place branding. En wat houdt dat in? Dat heeft alles met imago en perceptie te maken. En dat hebben we dus ook bij Maastricht. En dat is het volgende plaatje. Ik heb hier Maastricht tegenover Amsterdam afgezet in een aantal indicatoren, zoals het heet. Aan de rechterkant, aan jullie rechterkant, zie je de zachte kanten van een stad. De zachte kanten van een stad, dat is bijvoorbeeld het culinaire aanbod van een stad. De esthetische waarde, is het er mooi? Ja, Maastricht is heel erg mooi. Is het er gezellig? Ja, daar scoort Maastricht ontzettend goed op. Op de linkerkant zien we indicatoren die gaan meer over het zakelijke karakter van een stad. Bijvoorbeeld carrièrekansen. Is er sprake van innovatie? En beneden zien we het culturele aanbod. Ik heb hier Amsterdam en Maastricht met elkaar vergeleken. Waarom? Omdat beide steden in de top 2 staan. Wat betreft bezoekers, hè, dan kijk je specifiek naar bezoekers en daarin ook concurreren met elkaar. Maar we zien dat Maastricht eenzijdige bezoekmotieven heeft. En daarmee kun je eigenlijk wel Maastricht samenvatten in de slogan: Maastricht, leuk voor een weekend, niet voor een leven. Kijk, die houden we erin. Vandaar dat je ook mensen dat heren zijn. Nou, de ziel van de stad. Als we dan kijken naar wat maakt een stad nu eigenlijk, wat zijn de zielen van een stad, welke mensen zitten daarin, dan kiezen we voor de 4 P's. Natuurlijk zijn er veel meer groepen. Dit is een beetje gedifferentieerd, vooral omdat het allitereert en dat werkt altijd goed. En als je dan kijkt naar die 4 P's, dan kunnen we boven de bedrijven onderscheiden, de bollebozen, de studenten, de experts en eigenlijk alles wat daarbij hoort, de bewoners en de bezoekers. En die 4 groepen, die maken de ziel van de stad. Die leven samen in en rondom die stad. En die doen van alles. En tegelijkertijd speelt er ook van alles. Als we even inzoomen op iedere groep, kijken wat er aan de hand is, dan zien we bij de bewoners dat er sprake is van ja, een ambitie op het gebied van we willen graag een positief binnenlands migratiesaldo. Maastricht blijft redelijk constant als je kijkt naar de statistieken wat betreft experts en instroom en uitstroom. Het gebied echter rondom Maastricht vergrijst. En dat heeft consequenties ook voor onze stad. En dat wil je natuurlijk vergroten. Oftewel, dat is echt een grote ambitie als het gaat om die bewoners. Bedrijven, als we kijken naar bedrijven, die zitten eigenlijk in het speelveld of in het spanningsveld van enerzijds de battle for brains en de andere kant de war on workers. Bedrijven hebben intellectuele of hoger opgeleide nodig voor bepaalde posities. En tegelijkertijd hebben ze ook handjes nodig. Nou, en nu lijkt het wel alsof die hoger opgeleide die trekken vaak weg naar het afronden van hun studie. Ja, en tegelijkertijd heb je handjes nodig en weten ze vaak ook niet waar ze die vandaan moeten halen. Bezoekers. Nou, we zien het al, hebben we al gehoord in Maastricht, leuk voor een weekend, niet voor een leven. We willen eigenlijk die bezoekers duurzaam binden aan onze stad. Oftewel, het verblijf duur uitbreiden en een herhaalbezoek stimuleren.
Nou, bij volle boze kun je vervolgens zeggen, de universiteit wil graag uitbreiden, zowel kwantitatief als kwalitatief. Ik laat even in het midden wat de gekozen koers is. Maar tegelijkertijd willen ze ook het vergroten van het binnenlands marktaandeel. De universiteit heeft heel veel studenten. Het probleem alleen is dat er heel veel studenten uit het buitenland komen. En die buitenlandse studenten die trekken vaak na hun studie weer weg naar het land waar ze vandaan komen. Oftewel, je verliest aan kenniskapitaal en daar moet je iets mee. Die mensen moet je proberen hier te houden. Want die zijn misschien wel handig van die bedrijven in die war on workers en die battle for brains. Nou, vanuit die battle for brains kunnen we eigenlijk naar de Mercer Index kijken of de Economics Livability Index. Om 10 steden te bekijken die interessant zijn. En waarom zijn die interessant? Die hebben eigenlijk een tweeledigheid, een tweeledige ziel, zeggen we ook wel. En München noemt van zichzelf, ja, wij zijn laptop und lederhozen. Wij hebben historiciteit, en dat is het thema van vandaag. Dat is heel belangrijk, je historiciteit, waar kom je vandaan, en dat te koesteren. En tegelijkertijd hebben we ze ook innovatie, en dat noemen ze laptop. En die twee kanten in die steden, die zijn heel aantrekkelijk. En dat komt in al die steden die jullie hier zien, komt dat naar voren. Uiteraard zijn ze qua grootte, schaalgrootte, niet te vergelijken met Maastricht. Ik wil ook geen appels met peren wat dat betreft vergelijken, maar het gaat om het concept, het idee wat erachter ligt, van wat maakt een stad nu aantrekkelijk. En dat spitsen we nu toe op laptop en lederhozen, geïnspireerd vanuit München. En als we dan naar Maastricht gaan kijken, dan kunnen we eigenlijk wat stellen dat het goed zit met die lederhozen. Nou, volgens mij kennen we deze meneer allemaal. Is dat goed? Chic en Schoen, we hebben het al gehoord. André Rieu is natuurlijk een heel bekend exportproduct. Dat is heel belangrijk dat je die in je stad hebt. Dat moet je koesteren, daar moet je iets mee. Maar tegelijkertijd staat het ook voor een bepaalde eenzijdigheid. Je wil ook innovatie promoten, oftewel die zakelijke kanten van de stad. En daar ben ik naar op zoek gegaan, naar een symbolisch figuur. En dat heb ik gevonden in de persoon van Mark Post. Mark Post staat enerzijds voor innovatie. Natuurlijk staat de UM en allerlei projecten ook voor innovatie. Maar die twee symbolen naast elkaar kunnen we eigenlijk wel stellen. En dat kunnen we ook hard maken. Proof what you claim met verschillende statistieken. Dat Maastricht beide componenten heeft. Maar dat het imago van mensen over Maastricht eenzijdig is. En met name eigenlijk op dat onderzoek op die zachte kant van de stedelijke ontwikkeling gefocust is. Nou, dan kunnen we kijken naar het imago van Maastricht, nog een keer herhalen, hier ben ik ook mee begonnen. We kijken naar de rechterkant, dit is wat Maastricht doet. Hè. Hier zie je, zeg maar, de André Rieu noem ik het even, die staat aan de rechterkant. Hè, daar hebben we gewoon een weekendje naar André Rieu, we kunnen lekker eten, we bezoeken de stad, het is hier mooi, het is hier gezellig. Maar ja, weet je, ik ben eigenlijk wel blij dat ik ergens anders hoe met haar kan carrière maken, want dat kan ik hier niet. En dat klopt niet. Want we hebben ook hier carrièrekansen, we hebben innovatie, we hebben cultureel aanbod. En dit hele spectrum kun je natuurlijk uitbreiden met heel veel andere indicatoren, zoals het heet. Oftewel, het streefimago van Maastricht is van leuk voor een weekend, naar leuk voor een weekend en voor een leven. En dan spreken we in de branding ook wel van renewen versus refreshen. Wat is renewen? Renewen zeg je, je hebt een merk, dat is niet bekend. Weet je wat, ik gooi dat aan de kant. En we gaan iets nieuws verzinnen. In dit geval moet je dat absoluut niet doen. Je hebt iets wat heel sterk is. Dat is bijvoorbeeld een vrijheidhof. Dat is bijvoorbeeld je historiciteit. Dat is je traditie. Die moet je koesteren. Die moet je conserveren. Die moet je uitdragen. Maar je moet dat refreshen, zoals dat heet. Daar voeg je iets additioneels aan toe. Iets wat gaat over innovatie. Iets dat gaat over ontwikkeling. Ik heb hier een paar opgesomd. Natuurlijk, die kweekburger, de UM is natuurlijk wel bekend. Zonder de UM zouden we op het gebied van innovatie, zeg maar, als provincie start je misschien. Er zijn allerlei discussies over, maar het is heel belangrijk dat die UM er is. De UM, de kweekburger, even een symbolische waarde van die kweekburger. De regeneratieve geneeskunde heb ik me laten uitleggen, heel erg belangrijk. We hebben de Brains Unlimited, Massive Brain Imaging Center, die zijn bezig met een scanner. Volgens mij zitten we op 9.2 scanner Tesla. Even, dat is een super innovatieve brain scan, wat je daar allemaal mee kan doen. Ik ben geen neuroscientist, maar anders zou ik het graag een keer aan willen toevoegen dat iemand dat uitlegt. We hebben natuurlijk item, ceramiek, sphinxortier, groene lopen, oftewel we kunnen zeggen de gouden eeuw van Maastricht is nu. En daar moeten we iets mee. We moeten ervoor zorgen dat streefimago, dat het imago van Maastricht verandert naar beide kanten. Nou, wat hebben we vanuit de gemeente nu bedacht? Wij hebben bedacht van, nou weet je wat,
vanuit die 4 P's, de ziel van die stad, gaan wij kijken naar wat zijn nou kernpartners daarin, welke partners spelen hier in een sleutelrol. En die 4 groepen hebben we opgedeeld. We zien boven bijvoorbeeld bewoners, cultuur en sport. Daar willen we een kernpartner aan koppelen, dat heet de Elisabeth Stroeven Stichting, wellicht bekend bij jullie, of ook niet. Maar de Elisabeth Stroeven Stichting heeft een ontzettend breed netwerk. En dat heeft ermee te maken dat wij vanuit de gemeente zeggen naar het paternalisme van de gemeente weet alles, daar stappen we vanaf. En wij zeggen eigenlijk, kernpartners, daar zit onze expertise, die zetten we in positie, zodat die kunnen bepalen waar wij naartoe moeten. Oftewel een andere manier van denken. Bij bedrijven en economie hebben we het wel nog gecentraliseerd binnen onze eigen partij Economische Zaken, omdat die op dit moment inzicht hebben in databestanden waar alle economische bedrijven zich vestigen, wat prognoses zijn, wat de verhoudingen zijn en waar die zich bevinden in de stad. Bezoekers en toerisme, ja, hoe kan het ook anders? Dat gaan we beleggen bij massig marketing. Massig marketing is ontzettend belangrijk voor je branding, hè. Die horen bij elkaar. Nou, die massig marketing wil vanuit die bewonerskant met ons op zoek gaan naar van hoe kunnen we nu vanuit het marketing en bewonersperspectief zorgen dat we aan die tweeledigheid van het imago kunnen werken. En tenslotte de bollebozen en het onderwijs. Hè. Ik kijk ook hier even weer naar links. Dat is natuurlijk de UM, hè. Die representeren toch die groep van die bollebozen. En samen met de UM als kernpartner willen we op zoek gaan naar van hoe kunnen we vanuit die groep bollebozen kijken hoe we het imago kunnen verbreden van Maastricht. Hieronder komen dus heel veel andere partijen en dat heet dan massig brand partners. Ik ga hier verder niet op in welke partijen dat zijn, want dat bepalen dus die kernpartners. Even voor jullie, dat bepaalt niet meer de gemeente, maar dat wordt dus deels bepaald door die kernpartners. En dat is mijn opdracht, voor 2017. Het kan vriezen, het kan dooien, er zit geen grijs gebied tussen, zeg ik maar. Of je wint of je verliest. En dat is eigenlijk wel heel erg uitdagend. Ik denk dat is ook heel anders dan andere functies die er zijn. Dat maakt ook het leven van een kwartiermaker of innovatiemakelaar heel erg leuk. Dus ik ben heel blij met deze opdracht. En tegelijkertijd, ja, ik hoop natuurlijk wel dat het lukt. Maar als onderzoeker is het ook heel erg interessant om te monitoren wat eventueel niet op zou lukken. Of dat je wellicht alternatieven zou moeten bedenken. Op dit moment, ik ben in januari gestart, zitten we dus in de beginfase van dit project. En ik hoop dat 2017 of wellicht volgend jaar bij deze bijeenkomst nieuwe informatie kan verstrekken. Dankjewel voor de aandacht.